Weg geweest, sorry daarvoor, maar ik kom terug met een leuk product. Geen smaaktest dit keer, want ik ken het product al en ik weet waar het naar smaakt. Nou, wat is het? Nou, eigenlijk laat ik u zelf een beetje raden wat het is. Ik laat het even zien, even zo'n product eruit halen. En ik weet wat u gaat zeggen, oh, dat is dat. Kijk, nou, zo ziet het er dus uit. Vrij klein. En wat is het? Nou, je zou kunnen zeggen, het is een pasta. Je gaat het koken en daar zou het nou kunnen smaken. En zo zou het er inderdaad ook uit kunnen zien. Ik weet niet of je dit inderdaad ook kan koken, ja of nee, maar het is het niet. En natuurlijk had u de tekst al gezien. Het is een snack. Maar wat voor snack? Eet je die zo op? Nee. Heel gek. Deze moet je frituren. Frituren? Ja. En dit keer. Ja, natuurlijk kan je het zo eten. Maar dat is niet aan te raden. En dan laat ik u zien hoe het er dan uit komt te zien. Dat is bijna toveren. Om te laten zien wat er gebeuren gaat, heb ik mijn frituurpan tevoorschijn gehaald. Wat vers olie erin gedaan, dat is altijd nog het lekkerste natuurlijk. En ja, dan zien we wat er gebeuren gaat. Nou, ik kan hem gewoon open doen natuurlijk. En ja, wat kan ik ermee doen? Nou, wat kan ik ermee doen? Je kunt het bijvoorbeeld ingooien. Nou, ingooien is niet verstandig. Meestal doe ik het met een mandje, maar moet u opletten wat gaat gebeuren. Moet u heel goed opletten. Even wachten. Komt het aan hoor. Daar komt het. Kijk, daar is het. Ziet u? En dat gebeurt er dus. Dan moet ik het heel vlug eruit halen, eventjes door elkaar heen halen. Zo, en dan is het klaar. Zo. Klaar. Klaar. Nou, zo neem je dat dus. Zo veel of zo weinig als je wil. Dit ook een beetje de restjes eruit halen. Anders verbranden die. Zo. Nou, dat is het. Zal ik het de rest ook even laten zien? Hoe het smaakt, ik weet het al, maar het is leuk om te laten horen. Nou, dit is het dus. Zal ik er eentje nemen. Sommigen doen er extra zout in. Maar wat mij betreft is dat niet nodig. Ze zijn al zout genoeg. Waar smaakt het naar? Nou, laat ik het eerst horen hoe het klinkt. Erg bros dus. Wij kennen het met een smaakje, maar het is toch weer anders. Ik ken wel die ham en kaas raampjes van een bepaald merk. Dit is vrij naturel. Hoewel het gemaakt is van aardappelmeel, smaakt het een beetje popcornachtig. Heel apart, maar wel erg lekker. Nee, echt waar, erg lekker. Verslavend ook. Want als je zo'n hele zak zou frituren, zeg maar, dan moet het ook echt op. Niet dat het echt op moet met bederven, nee, gewoon zo lekker is het dus. En dan waar koop je nou zoiets? Meestal toch wel in Oost-Europese winkeltjes, Poolse winkeltjes.
In die hoek moet je het eigenlijk zoeken. In de Nederlandse winkelsite zeker niet vinden. Sterker nog, ze weten waarschijnlijk niet eens wat het is. Maar het is gewoon leuk om te laten zien. Want zo kun je dus eigenlijk je eigen snack bakken. Echt, het is een heel aparte ervaring. Want je krijgt verse snacks in feite. Ze zijn lekker warm. Dat is ook zo lekker. Ik ga weer snacken. Ik zie u hopelijk ooit een keer terug. Ik dank u voor het kijken. Heb nog een hele fijne dag. En van alles een prettige avond. Dag.